Hallo allemaal. Welkom bij Crystal Beauty Amour. Mijn naam is Jennifer. Mijn naam is Crystal. En welkom bij een nieuwe shoplog van Shein en AliExpress. Ja jongens, we hebben hem wel even opengemaakt, want we moesten even checken natuurlijk. Even de checklist checken. Nou ja, en als je dan toch aan de checklist bezig zijn, doe even die dikke duim omhoog. En even abonneren. Natuurlijk. En als je dan toch bezig bent, dat belletje aanklikken. Mis dan geen enkele video. Nou jongens, er zitten een paar dingetjes van AliExpress bij. Maar dat zijn er echt maar een paar. En de rest is allemaal van Shein. Shein, hoe je het wil noemen. Iedereen zegt het anders. Shein. Volgens mij is like a diamond. Volgens mij is het officieel Shein. Ja, maar ik weet het niet. Ik noem het gewoon Shein. Shein, ja. Shein, Shein, Shein. People let your life shine. Dus we gaan gewoon lekker gabbelen. Nou mevrouw, ik zou zeggen gewoon lossen. Ja, ik pak gewoon gelijk het grootste. Dat is niet zo moeilijk ding. Rapunzel. Oeh! Ja, pak er maar uit van. Rapunzel, Rapunzel. Gooi je haar uit het raam. Maar klimmen we naar boven. Oeh! Zo, jij hebt lang haar daar. Zo. Nou, dat hoop ik toch niet. Ja, mooi. Dit is een pruik. Nee hoor, grapje. Ja, het is wel een soort wet van pruik. Dat doe je als je een staart hebt, zo. Ja. En dan doe je dit eromheen, zo. Ja, we hebben hem in mijn kleur gedaan, maar we gaan hem nog, kijken of het, of het wat is. Van de haar van deze. Ja. Ja, dus, ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig. Ja. Hoe voelt hij eigenlijk? Oh, hij voelt eigenlijk best wel. Jongens, voor de prijzen en dat soort dingetjes ga ik onder in de beschrijving alles weer neerzetten wat ik kan vinden. Dus, kijk, als je nou zo'n heel klein staartje hebt, kan je hem dat toch nog aanpassen. Dat is wel slim. Maar hij voelt echt wel. Ja, hij voelt ook wel lekker aan. Hij voelt heel nice. En dan doe je dit gewoon zo. Kijk eens aan. En dan heb je. Nou, dus die gaan we. En ponytail. En ponytail, die gaan we nog even proberen. Maar eigenlijk moet je deze ook verven, want dat past niet. Ik denk dat ik even een zilver shampoo badje erin ga doen. En dan gaan we eens even kijken of dat wat wordt. Nou, kom op. Te veel. Maar als je nou bijvoorbeeld een feestje hebt of zo, een verkleedfeestje, kun je het ook als staart gebruiken. Sorry, geweldig! We moeten natuurlijk weer even. Leuk man. Maar alles, benieuwd. Ja, alles wat we nu ook eruit halen, gaan we in een echte volgende video gaan we alles uitproberen. Dus ook deze ponytail. 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 Hij wil er niet in, die ponytail. Wil er niet in. Ga erin, ponytail. Nou, dan hebben we nog een ponytail. Oh, zo. Hij zakt elke keer naar beneden dan niet. Nou, dit is echt zo'n staart die je eromheen moet wikkelen. Ja. Wel netjes. Maar dan had je dus ook deze nog. Oh, die ziet er een beetje raar uit. Met dat ding eromheen. Ja, ik weet ook echt niet of het wat is. Maar hier kan je dus je staart helemaal in verwerken. Jeetje. Of dat mooier is of niet, ik weet het niet. Maar we dachten, hè. Oh, dat is gewoon papier wat erin zit. Ja. Ik denk, wat is dat nou? Maar ook voelt deze toch wel weer heel. Nee, kijk. Want dit moet je eruit. Het is zo'n knot. Ja. Doe je over je knot heen. Ja, klopt. Oh, ja. Handig. Er zitten ook van die haakjes aan. Dat je die in je knot kan zetten. Oh ja. En dan doe je dat aan. Ja, of het er leuk uitziet. En of het echt eruit ziet. Dat ja, gaan jullie zien. En anders kunnen we het wel staart gebruiken. En laat even weten, misschien heb jij dit zelf al wel eens gebruikt. Kijk, de kleur moeten we echt niet op letten. Nee, maar als je inderdaad, wat je zegt, even zilver shampoo. Ik wou net zeggen, ja. Dus we gaan eens kijken. Ja. Ik ben wel benieuwd hoor. Ja, volgens mij waren deze allebei iets rond de 2,375 of zoiets. Oh, het valt reuze mee. Het ja. Kost ook niks. Geen drol. Kost geen drol. Ja, wat gaan we grabbelen, Jen? Ja. Zal ik van deze doen? Kom maar. Loop tape. Die gaan we niet op camera uitproberen. Nee. Dus als je wil weten of de boop tape werkt, dan, dan stuur ons gewoon even een berichtje op Instagram. Ja. Dan kunnen we maar laten weten. Maar ik ben wel benieuwd. Ja, ik ook. Ik heb van die filmpjes gezien dat ik dacht bij mezelf, oh wat erg.
was één vrouw en die had echt van die hangers. En dat, daar is niks mis mee, want ik heb ook gehad. Ik kreeg bij haar aan. Hup, hup. Maar die had wel echt extreem. En die deed dat dus. Ze zegt, nou, ze zegt, voor mij is het geen ding, want ze blijven. Toen dacht ik, oh, geweldig. Ja, ik ben wel heel benieuwd, want ze tapen het ook helemaal. Volgens mij zit er ook een beschrijving. Oh nee, dat dacht ik. Nee. Maar, nou ja, dat gaat nou, in ja, ieder geval. Dat kan je gewoon, dat kan je wel opzoeken. Ik wilde dit heel graag uitproberen, dus... Wil je weten of het werkt? Stuur me een berichtje en ik laat het je weten. Ja, ik ben ook... Oh, dit moet je dan op je tepel staan. Oh ja. Oh, er zit ook een tepel misschien. Zal ik het even laten zien? Ah ja. Kijk, er zitten dan ook van die rondjes bij en die kun je dan over je tepel heen. Tepel voor beschermers. Nou, maar zo'n klein tepeltje. Ik ook. Oh, geweldig. We gebruiken er gewoon drie. Geweldig. Oh, 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 oh. Even kijken hoor, jongens. Ja, prachtig. Ja, ik ga deze doen. Net als in de film. Ik wil het. Nou, deze is dus van AliExpress. Ali. Ali Bombali. En dit zie ik dus continu voorbij komen. Oh, sorry. Oh ja, sorry hoor. Ik had gisteren, nou niet echt zozeer plafonddienst, maar gewoon nachtdienst met de kinderen. Nou, dit, ik weet niet, dit zullen jullie vast allemaal wel voorbij hebben zien komen. Want, ik ben echt benieuwd of het echt ook echt werkt. Maar, ja, nou ja, ze zeggen dus ook dat je lippen, ik weet niet of jullie het kunnen zien, ik denk het haast wel, van dunner naar, nou ja, hè, moeten gaan. Ja, ik ben benieuwd. Ik ben echt benieuwd. Nou, eigenlijk wil ik hem nu al proberen, maar nee, gaan we niet doen. Want dan gaan we in een aparte video. Ja, er komt een deel 2 van deze video, dus... maar ik ben benieuwd. Het moet, je moet lip, lip, lip krijgen. Wat zit er eigenlijk in? Ga jij maar eens even kijken. Pepermuntolie en lipcare. Ja, pepermunt. Ja. Ja, dat is altijd dat plumping. Dat voel je altijd wel even lekker. Lip maximizer. Nou, ik ben benieuwd. Ja, ik ook. Krijg ik ineens chocolade? Ja, dus dat zijn deze 2. Nou, zou ik dan dat andere ding wat hier in de zak zit nog pakken? Ja, dit hebben jullie ook vast wel op Instagram, TikTok. Ja, dit komt ook van AliExpress trouwens. Ja, dat zijn die zo'n lipdingen, die doe je dan op. En dan uiteindelijk laat je drogen. Droogt het. En dan kan je het eraf halen en dan heb je... Heb je een soort lipsteen, laat maar zeggen. Ja. En dan blijft, moet het heel de dag door blijven zitten. We hebben de kleur Cherry Red. Oh, Cherry. Ooh. Lovely Peach. En Rose nog wat. Rose nog wat, ja. Ja, ik kan net niet zien. Ik denk, stickertje voor. Ik denk dat het gewoon... Oh, misschien zie je het op de achterkant staan. Oh, wacht even. Rose Hips. Rose Hips. Hips Rose. Don't lie. Oh. Nou, grappig. Dus die gaan we ook uitproberen. Ik wil even ruiken, even ruiken, even ruiken. Oh. Oh. Oh, dat had ik helemaal niet verwacht dat het zo zou ruiken. Oh. Maar ik zie nu ook mensen die dus als blush gebruiken, hè? Dit? Ja. Nee, joh. Ja. Oh my god. Oh, maar dan heb je toch een hele streep? Ja, het schijnt dat je hem nog wel wat kan vervagen. Oké. Okay. Mag jij proberen? Nou ja, ik vind het grappig. Nou, het laatste van AliExpress, dan weten jullie in ieder geval wat de rest allemaal van Shein is. Shein. Nou, deze vond ik ook, nou die hebben jullie waarschijnlijk ook voorbij zien komen. Mag jij even die vasthouden? Ga ik deze even uitpakken. Zal ik deze ook uitpakken? Oh ja, mag. Dit is Tatoe Lipstick. En dit vond ik echt heel grappig. Ik denk als jullie het zien... Snel een pakje sigaretten. Ja. Kijk, dit zijn dus van die wattenstaafjes. Gevuld met dus een lipstick. Die breek je dus. En dan kan je hem dus zo aanbrengen. Dus oh. Ja, ik ben benieuwd. Oh, het lijken wel heel erg op elkaar. Nou, die voor jou is net even iets donkerder. Nou, ik ben benieuwd. Maar we gaan dat zien natuurlijk. Maar... Doe nog eens een keer het licht. Ja, ik weet niet. Jongens, kunnen jullie het verschil zien? Nee, ik denk het ook niet. Nou ja, we gaan het zien. Dus als je zegt, heb je een sigaretje voor me? Nee, maar ik heb wel een lipstick. Ik heb wel een liptatoe stick voor je. Dus, er staat ook geen sexy baby. Nee, dat staat daar ook. Sexy baby? Nee. Ja, strawberry en I am busy.
Nou ja, we zullen het wel zien. Die komt ook in de volgende. Zeggen we in koor tweeling. Nee, ja, we kregen namelijk in de opmerkingen of we tweelingen zijn of niet. Ja. Want we zeggen heel vaak dingen tegelijkertijd. Ja, dus... Nee, we zijn geen tweeling, maar je zou het wel zo kunnen zeggen. Ik wou net zeggen. Even kijken, wat was dit nou ook weer? Doe het al, 2-in-1 eyeliner. Gewoon openmaken? Ja. We willen natuurlijk tegenwoordig ook zien. Is alles... Oh, zo. Zal ik eerst even zo laten zien? Tegenwoordig, het lijkt wel of alles met net zoals sigaretten open moet. Ja, nou echt hè, dat was met die oom, die nu ook. Ja. Zijn geen sigaretten hoor. Oh ja, plak lekker aan je vinger natuurlijk. Ja, heerlijk. Heerlijk. Ten oogs liter. Ja, mooi. Echt. Oh, wat zit er nog meer in? Zit er nog wat in? Een tijdbom. Het kan even zo. Wat is dat? Ja, ja. Oh, spannend. Wat is dat dan? Oh, een nieuw puntje. Oh! Er zit hier een heel zakje voor één klein puntje. Ik denk al, wat heb jij voor drugs gesmokkeld? Nou, dat is toch niet normaal. Even serieus. Voor zo'n klein puntje, dan kan je er beter 10 in doen. Ja, echt hoor. Maar maak hem eens open. Even kijken. Oh, ik weet al wat dit was. Dit is dus, als je een eyeliner gezet hebt, zit aan de andere kant, is dit je correctiepuntje. Oh. Dus je kan hem corrigeren. Ruikt niet. Dat gaat ze weer wel ruiken. Oh. Zie je? Oh. Dus je kan hem daarmee zetten. Oh. Laat hem even zien. Hij is wel echt ook zwart-zwart. Ja, en dat borsteltje is ook... kan je dat zien? Ja, ik had dat boekje in mijn handen. Het is een heel apart systeempje. Hoe moet ik dat uitleggen? Net zo'n markeerstift idee. Ja, maar waarschijnlijk als je dus nu die andere kant gebruikt, kan je hem dus weer uitvervagen. Oh ja. Krijg nou wat jongens. Ja, dat zie je denk ik niet. Kijk, en weg is die. Hey. Handig. Nou, kijk eens aan. We hebben stiekem dus al wel wat getest, maar die gaan we ook testen. Open. Ja. Nee, dit was gewoon eigenlijk meer omdat ik zelf ook niet viel. Ja, echt hè. Nou, dan zal ik deze twee samen doen, want die zijn dus blijkbaar hetzelfde. Maar ik dacht dat dat ook anders was. Heb je jeuk? Jeuk. Wij hebben namelijk van die lekkere hooded eyes. Dus lekker van die felle, lekkere van die lellen boven je ogen. Lellen. En nou heb je dus dit... Ja, nou, of het gaat werken, ik weet het niet. Ja, we kunnen het wellicht proberen, toch? Maar het zal wat zijn. Je wordt als het altijd werkt. Getriggerd door die reclames om dingen te kopen. Hebben jullie dat nou ook als je op TikTok zit, Facebook? Oh, maar die lijken wel groter dan deze. Oh ja, nee, maar dit zijn er 2-in-1, wat? Dit zijn losse? Nee. Oh nee, ze lijken inderdaad dunner. Maar worden jullie nou ook getriggerd door al die reclames? Dat je gelijk denkt van oké, ik wil het toch proberen, ik ga het toch maar kopen. Ja. Laat even weten. Wij zijn dus geïnfluenced door al die stomme reclames. Wij zijn wel die dombo's. Nou, ik weet niet of jullie dit kunnen zien. Gaan we even... Wacht even. Oh. Nou, hè? Handig. Hier zit het dus. Ja, je kan het denk ik bijna niet zien. Nee. Ja, hoe noemen we dit? Weet ik veel. Het is een soort gaasachtig idee. Maar ik denk dat als je het op je ogen doet, dat het wegvalt en dat je het niet ziet. Zo nee, je kan dat dus in je plooi zetten van je hooded eyes. En dan moet je in één keer helemaal een open blik hebben. Maar die inzetten ook, dat is 10 keer niks. Dat geef je je kind nog niet eens. Echt hoor, dit mag gewoon gelijk direct... Even serieus. Nou, die hebben we dus, maar... Ja, maar daar zag ik ook weer wat anders in zitten. Nou, niet dat groene dingetje, maar... Verschillende maten of zo. Ja, dat denk ik dus ook. En kijk, daar zit dus... Dat het daar dadelijk uitvalt. Oeh! Oh! Kijk, dan kan je hem erin drukken, denk ik, in je... Oh, kijk jongens, dit is makkelijker te zien. Kijk. Maar ook levensgevaarlijk dit.
En kijk, inderdaad, je hebt dus twee maatjes. Ja. Dus nou ja, ik ben heel benieuwd. Nou, die gaan we ook wel even uittesten. Ja, tuurlijk. Ja. We gaan eens even... Dan kunnen we wel een testvideootje van dit allemaal... Ja, ja. Dat wordt part 2, jongens. Part 2. Part 2. Oh ja, tuurlijk. Ga erin. Breng. Nou, dus die. Oké. Krijgen we dadelijk lekker Chinese oogjes. Oké. Oeh. Holari, hey. Wat is dat dan? Van die pruik. Van die pruik. Ik heb van die, hoe noem je die dingen nou ook weer? Zo. Make-up sponsjes. Make-up sponsjes met zo'n leuk dingetje. Oh, maar dit is ook leuk als je... Dus je kan ook zo bijvoorbeeld bij je oog zo. Ja, hij is heel handig voor bij je oog inderdaad. Gewoon een zo. Een puntje, net een diamant. En het is ook heel fijn, dat zie je Nikki tutorials toch altijd doen als ze aan het opmaken is. Dat ze kan leunen op iemand. Ja. Maar ik vond deze inderdaad... Ze zijn ook wel lekker zacht. Heerlijk. Ja. Nee, die gaan we niet nu doen. Deze gaat alles eraf. Ja, deze waren, dit kostte ook echt geen rol. Dit was, dit zijn er, even kijken, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Neem maar mee hoor, schat. Nee. Lekker zacht. Lekker zacht. Lekker zacht. 1, 2, 3, 4, 5, 6 voor weet ik veel, 2 euro of zoiets. Ja, nou ja. Ik ga proberen alles wat ik hiervan vind in de beschrijving te zetten. Nee, dat heb ik. Kijk, anders ga ik gewoon even je wenkbrauwen weghalen, hè. Gevaarlijk. Nou, dit zijn dus van die mesjes. Die gaan we natuurlijk niet uitproberen. Dat snap je natuurlijk wel. Maar ik vond ze wel handig. Vooral voor die... Ik heb het plaakgeblek, jongens. Voor die... Nou, hou eens op, joh. Monobrauw. Die. Ja, nou ja, ook weer geen rol, dus... Nee, joh, dat kost ook niks. Nee. En dat kan je beter allemaal bij AliExpress en zo bestellen. Ja. Nee, ik wil geen... Ik wil dit. Ik wil weten wat dit is. Dat ligt alweer zo lang. Ja. Hè? Nee, ik weer met mijn lekkere dingetjes tussendoor. Nee, schat, geef niet. Shine. Like a diamond. Welke zonnebril is dat? Zo! Sterrenlures! Ja, echt? Sterrenlures. Oeh! Take pose! Lady Gaga! Nou jongens, die zijn we kwijt vandaag. Nee, grapje. Eén zonnebril met hij is, een... Hij is leuk deze, hè? We moesten hem hebben. Of die nou te groot is of niet, weet ik eigenlijk niet. Kijk, dan valt er op zich nog wel mee, hoor. Kunnen je wimpers goed erin? Ik laat het zakje eruit, ja. Ja, dat is toch goed, schat. Zit zelfs... Oh, dat had ik te laten zien. Zit zelfs een doekje bij. Een doekje. Een doekje. Oké, jongens, dan hebben we hier weer iets van She Glam. Even kijken. Wing It. Waterproof liner duo. Zo. Nou, ja, is mond vol? Een hele mond vol. Zo. We gaan hem weer net zoals een pakje sigaret openmaken. Oh, deze ook al uit. Dat is ook raar. Ja, apart, hè? Oh, ja, dat trek je niet ook trein. Lekker die sticker erop doet. Trek de trein. Trek, trek, trekken. Nou, we gaan eens even koekeloeren. Kijk eens. Kijk, dit is dus de liner. Oh, kijk. Die bedoelde je. Ik dacht gewoon, wat bedoel je nou? Dan heb je gelijk een wing. Kijk. Oh, vet. En dan kan je dus met die andere kant, kan je hem bijwerken. Oh, zo. Dat is handig. Jongens, dus wij gaan deze ook in een video proberen. Maar super nice. Ja, nice. Ah, nice. En als jullie het leuk vinden, laat even weten. Want She Glam van Shein heeft natuurlijk ook andere make-up dingen, ja. Dus als je zegt van het lijkt me leuk als jullie een video doen met een paar producten verder van de make-up lijn van She Glam. Laat even weten. Sowieso. Hi. Sowieso. Zij mag weer hoor. In de mond van make-up en zo te blijven. En zo, de stem gaat gewoon ja, ervan hoor. Ja, de stem is weer lekker weg. Heb je van die
wenkbrauwvormpies. Ja, die kennen jullie dus al. We hebben dat al eens een keer geprobeerd. Maar dit leek me zo grappig. Kijk, want dan doe je dan dit dingetje in. Dit dingetje in. En volgens mij moet die andersom, Jen. Oh, ze voelen wel echt heel vies. Oh, je kan het ook zo doen. Ik zit weer te kutten. Jij weer? Ik zit weer te kutten. Godzidorie. Zoals gewoon. Kan ook maar weer eentje zijn, hè? Ja, tuurlijk. Sst. Nou. Nou, jongens. 10 hours later. Ik wou net zeggen, een eternity later. En dan doe je zo. Ik doe ze nu niet op mijn wenkbrauwen, maar die doe je dan zo. En hopseflats. Dan hoppa, vatseflat. Zeker. Nou. Gewoon kind-kinderwas doen. En ze moeten dus symmetrisch zitten. Ja. Of dat zo gaat werken, gaan jullie zien. Maar ik geloof er niks van, maar okay. Ik ook niet, maar het leek me wel grappig. En je krijgt weer 10.000 vormpjes. Dus voor ieder wat wils. Wil je rechten, wil je krommen, wil je, hè? Nee, ik hou ervan eentje met een boogje. Met een boogie? Met een pijl en boogie. Pijl en boogie. Oké, jongens. Even kijken. Zo, als het dicht. Sorry. Jezus. Een eternity later. Ik kreeg gelijk Spaans bedankt van. Nou jongens, deze lijken me ook zo heel grappig. Dit is, heb ik een heel tijdje geleden gezien. Dit zijn dus van die eyebrow tato's. Tato's. Tato op mijn bil. Een tato op mijn bil. Maar ik weet niet, het lijkt me wel grappig op zich. Of het werkt en of het over je eigen wenkbrauw heen gaat. Ja, weten we niet. Geen idee. Maar die gaan we dus ook uitproberen. Mm-hmm. Ja. Zal ik deze, maar zo. Zal ik mijn hoesje even uitleggen. Zat er 1 in? 2 geloof ik. Oké, 2. Haal ik er gewoon 1 uit, want het zijn dezelfde. Toch? Nee. Oh nee. Nee. Ja, fijn die verpakkingen altijd, hè. Zal ik deze dan alvast even doen? Ja, moet jij die even open. Oh, kijk. Er zit nog een dingetje. Er zit nog een dingetje in. Een leuke printje. Kijk, een printje weg. Ja, echt, hè. Ja, maar ik vond hem zo leuk. Zo leuk. Leopard print. Beach fashion. Nel Veerkamp. Ja, wat was dit? 2 euro, zoiets, denk ik. Weet ja, ik het. Ja, denk het ook, ja. Het kost echt geen rol. In het roze. Oh, hier staat dan weer geen tekst op. Oh, nou ja, stommerts. Ook met zo'n ding. En hoppa, weg is die. Ook met een rubbertje. Maar serieus, ik vind Shein of AliExpress echt top voor van die hoesjes. Ja, ik wou net zeggen, je moet echt niet echt top. In de winkel. Dan moet je, nee, ik wou net zeggen. Doe ze even bij elkaar. Doe jij ze even bij elkaar. Nou, dan hebben we, om weer in de wink te blijven. Dit is echt heel grappig. Dit zijn dus make-up stencils. En dan kan je dus van allerlei soorten wings maken. Oh, grappig. Gaat ze weer hoor, jongens. Sorry, hoor. Oh, dat is dus, die, ja. Dus of dat ook weer werkt, geen idee. Of dat ook weer werkt met onze hooded eyes, ook geen idee. Nou ja, dat kunnen maar, we. Maar ja, dat zien we dan wel. Leek ons ook weer grappig. Nou, zou ik deze dan nemen? Ja, dan moet je die even bij elkaar doen. Oh, oké. Okay. Nou, onder de trant kusjes. Kusjes tato. Die kan je dan in je nek doen. Nou ja, je hebt dus een tijdje geleden zo'n trend gehad. Ja, van, op je ogen. Ja, zo. Ja. Ja, had ik ook gezien, ja. Dus nou ja, hè. En als we dadelijk weer met Halloween, dan kunnen we deze pakken. Littekens, open wonden. Lekker net bloed weer erbij en alles. Geweldig. Laat even weten of je dat leuk zou vinden als we ook een Halloween look gaan maken. Laat even weten. Het is leuk. Leuk, ja, leuk, 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 leuk. Nou, en om dan toch ook een beetje in die tatoeages te blijven, vond ik het heel leuk om van die grote eens te proberen en dan eens te kijken op je arm. Dus nou, dat gaan we ook gewoon doen. Nog een taget. Nog een taget. Een taget. En een taget. Ja, ook nog bij jou. Ja. Oké, okay, wat hebben we nog? Wat is dit? Oh, nog een zonnebril. Oeh. Ik pak de zonnebril. Lekker, hè? Lekker ja, echt, hè? Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Oh, dit is een heel oh, een blauwe. Ja, maar deze vond ik wel echt heel vet. Oh ja. Oké. Okay. Oh, ja, het is goed ingepakt. Je kan zeggen wat je wil, maar ze hebben hem goed ingepakt.
Als ik dit zie, dan moet ik gelijk aan de Anastasia. Ja, ik ook. Zo, het is ook een beetje blauw hier. Hij is toch kikken? Ja, hij is wel gaaf. Doe jij eens op? Deze had je dus ook in verschillende kleuren. Ja, leuk. I'm out of love, set me free. Kijk, dit moet je niet aandoen voor om de zon tegen te houden. Ik denk, ze gaat mijn zangkunst gelijk weer. Nee. Niet voor de zon, maar gewoon als je ergens leuk heen gaat. Yo, I'm Anastasia. Nee, maar het is wel echt zo'n brilletje. Ja. Komt wel op mijn haar omgehouden, mensen. Nee hoor, andersom hoor. Voordat ik met haar omging, was ik gewoon nog normaal. Nee, hoor, grapje. Papje! Mensen, we gaan er eens even slaan, jongens. Ja, lekker. Nou, is dat? Open. Wat is dat? Kwasten. Ja, jongens, we hebben een hele kwastenzet. Een hele. Een hele. Niet een halve. Niet een halve. Hele. Oh, godverdamme. Dit is van dat. Lekkere plak. En dit is niet van She Glam of wat dan ook, volgens mij. Nee, is gewoon echt van Shein zelf. Ik ben benieuwd of die haren zacht zijn. Nou ja, ik ook. Dus we gaan gewoon eens even koekeloeren. Pak even een grote, zou ik zeggen. Oeh. Oh, lekker ja. Oh, nou ja, nu dat jij hem hebt gekocht, kan ik hem ook halen. Ja, maar ik was benieuwd of ze dus mooi en zacht zijn. En... Oh, maar deze is wel ideaal. Zo'n dunne, ja, zo'n kleine. Maar ook die blendkwastjes voor je ogen. Ja. Ik weet niet meer hoe duur deze was, jongens. Ik geloof iets van 8, misschien 8 of 9 euro. Oh ja, ik ga ook maar kijken. Je hebt er, ja, ik weet niet hoeveel het er precies zijn. Ja, het waren er een hoop. Staat het erop? Nee. Nee, en ik heb geen zin om te tellen, jongens. Maar ik ga hem erop zetten. Maar zoals ik hem nu inschat, zitten er zeker wel meer dan 20 kwasten in. Dus zeker een aanrader deze. Als ik zo eens die haartjes voel, stoppetje. Wat is dit dan? Die kregen we erbij. Oh. Maar wat is het? Ja, die kregen we niet erbij. Dit is ook weer om een wing te maken. En dan heb je een katje als voorbeeld. Stencils. Niet lekker hoor. Jij denkt het zo wel. Sorry. Catline. Ja, dus je hebt verschillende. Hier heb je er dan één. Hier één. Hier één. Hier één. En hier één. Ja, dus... grappig. En dan, of het niks is, ik weet niet, 75 cent of zo, weet ik veel, maar het is toch grappig om te proberen. En hier heb je nog meer verschillende. Kind kan de was doen. Hopen we. Oh, hopen we. Ja, dat zo. Hebben we nog, twee dingen hè. Ja. Nou jongens, deze kregen we erbij. Altijd handig. Ja joh. Ik weet niet eens wat. Oh. Het is zo'n reissetje met... spuitflesjes, potjes. Het gaat goed met ons samen. Echt hoor, we zijn er weer hoor, jongens. We zijn er weer. Ja, mooi. Ik ga hem wel even openmaken. Ja, ik ben toch nog bezig. Ik wou net zeggen, dat duurt nog wel even met die. Nou, wie heeft dit ooit verzonnen? Oh, wie heeft dit ooit verzonnen? Oh ja, dat is ook een goede actie. Ja, jongens, ik wil hem openmaken, maar volgens mij zit er kinderslot op. Oh, kijk, er zit ook nog wel een handig dingetje bij dat je hem kan vullen en zo. Ah, oké, okay, nou. Nou, oeh. En de spateltjes. Kijk eens even, een potje. En een puffy. En een puffy puffy. en een spateltje. Dat dus. Nou, Les best? Nee. Nee. Haha. Nee. Nog meer. Oh. Oeh, grabbelt hoor, jongens. Doe ik deze. Ja, doe ik lekker deze twee. Ho. Kom eruit. Ring. We hebben weer een pruik. Oh, dat is dezelfde als die andere. Ja, maar dan met krul. Nou, dat hoeven we niet helemaal precies uit te pakken. Maar kijk, jongens, deze is met krulletjes. Met een slag erin. Een slag. Maar het is wel dezelfde als die ik die eerst had laten zien. Nou, deze gaan we niet nog een keer uitpakken, maar dat is die duo-liner. Die ja. Die wing. Dus omdat we met z'n tweeën zijn natuurlijk.
En de laatste. De last but least. Verrassing. Ik weet ook echt nog niet meer wat dit is. Hebben jullie dat probleem ook als je dus bij AliExpress bestelt of bij Shein dat je denkt van... Wat heb ik in godsnaam besteld? Ja, wat had ik nou ook weer besteld? En dan zie je een doosje en dan weet je het nog niet. Hallo? Nee, lekker. Oh, wat is dat? Wat is dat voor iets grappigs? Oeh, glittertjes. Ja. Weet je het nu weer? Nou, het stinkt heel erg. Nou, het is dus voor je She Glam Glitter Wizard Invisible Jelly Eyeshadow. Oh, ja. Oké. Maar ik vind het een beetje... Mag ik een klein beetje pakken? Oh, maar het voelt ook een beetje raar aan. Ik weet niet zo goed of ik dit op mijn ogen zou willen smeren. Kijk, het is wel mooi, maar... Ja, het stinkt wel een beetje. Nou, we gaan kijken, jongens. Maar het ziet er inderdaad wel mooi uit. Kijk eens. Ja, het is wel... Het gaat ook niet weg. Jullie kunnen het niet zien, sorry jongens. Nee, ja, maar... ik heb het hier gedaan en ik zit al een paar keer te wrijven en het gaat echt niet weg. Kijk. Nou ja, het is gewoon... Oh ja, het blijft ook echt zitten. Oh, maar het zijn echt leuke glittertjes wel. Dat is wel... Nou ja, we weten... En als je... Nu ruik je het niet meer. Oh nee. Dus nou, dan gaan we het gewoon wel proberen. Gevaar voor eigen leven. Ja, joh, maar dat gaan we toch wel. Ja, echt hè. Jongens, waar zijn jullie het meeste benieuwd naar? Ja, daar ben ik ook wel benieuwd ben naar. Ben ik wel even... Ja, ik ook. Ja, ik ben daar wel even benieuwd naar wat jullie het leukste hiervan vonden. Ja, dan kunnen we eens... En of jullie ook wel eens bij Shine of Shein of weet ik veel hoe je het noemt. AliExpress. Besteld. Ik zag laatst ook weer een hele andere, iets met... wat was het nou? Was ook weer zoiets net als oh, Alibaba of zoiets heet. Ja, maar dat is toch gewoon AliExpress? Nee, het is weer iets heel anders. Oh, ja. Ja, want ze verkopen wel dezelfde troep. Ja, je hebt ook Amazon en dat soort shit natuurlijk allemaal. Ja, maar allemaal, Amazon dus is dat... net weer iets duurder. Ja, dat is waar. Maar laat even weten, want zeg je van nou, we willen gewoon alles wat jullie kunnen testen. Of zeg je van nee, liever dit alleen of dat alleen. Laat even weten, want... Zet het even hier beneden. Ja, dan weten wij even wat we moeten filmen volgende keer. Ik ben wel benieuwd. Ja, ik ook. Wat lijkt jou het leukste wat we erbij hebben zitten? Nou, wat mij het leukste lijkt om te testen is die klippen dingen. Deze, hè? Ja. Die lijkt mij ook inderdaad. Die? Ja. En die tato lip dingen. Deze, ja. Daar ben ik ook wel echt heel nieuwsgierig naar. Nou, deze ben ik ook wel nieuwsgierig naar. Ja. Ja, die peel-off dingen. Wat ik ook maar echt... ook die haarstukken wel. Ja, maar ook deze. Ja, ook wel nieuwsgierig. Nou, past dit of niet, weet je wel. Dat, en die andere tato's. Ja, ik vind het wel alles grappig. Eigenlijk wel gewoon. Ja, en ik ben heel benieuwd naar die wing. Ga ik weer met dat haarnetje. Ja. Maar naar die wing inderdaad. Ja. En die pen wat jij had, dat je hem ook weer kan corrigeren. Ja, uitwissen. Uitwissen, hoor mij nou. Corrigeren, jongens. En die boektape, ben je daar niet nieuwsgierig naar? Boektape! Oh! Jongens, wij deponeren alles gelijk weer terug in waar we het in moeten hebben. En dan weten we wat we nog meer moeten filmen. Maar die boektape, ja. Ja. Maar wat ik al zeg, ik ben daar wel heel nieuwsgierig naar. Maar ik ga dat natuurlijk niet. Dat gaan we natuurlijk niet op beeld doen. Nee. Maar ja, ik weet het niet. Zal ik eens kijken? Ik ben wel eens benieuwd eigenlijk of het een beetje tegen aanvoelt. Nou ja, het voelde wel hard aan. Als je zo voelde. Even kijken. Het stinkt ook. Nou, maar wel gewoon een beetje tape-achtig. Het is niet dat je zegt oh, van. Ja, nee, inderdaad. We hebben hier, zwart. Al die stickers, jongens. Ja, het werkt voor geen meter. Maar lieve schat, je kan gewoon dit er gewoon afhalen. Er zit hier een lijntje. Even serieus. Kijk, er zit hier zo'n lijntje. Die kan je gewoon zo... Oh, maar het voelt wel echt stevig hoor. Oh ja. Maar ik vraag me dan af, waarom zwart? Waarom zwart? Nou, als je een zwart jurkje aan hebt. Oh ja, ja, dat zou kunnen inderdaad. En dan doen we zo. Hup! Nou, doe kijk, zo over de schouders heen. Ja, en dan nog 3 banden er extra bij. 3? Zeg maar gewoon 5 of zo. Nee.
Ja, maar dit is toch te grappig. Echt jongens, nou. En dan 3 van die tepeldingen om je zo, want anders gaat het bij mij niet werken hoor, sorry. Geweldig. Nee, maar wat ik denk is dat dit weer wat kleinere tieten is. Ik denk het ook, maar je weet het. Maar het is toch altijd leuk om even uit te proberen. Ik wou net zeggen, want net zoals in films en zo hebben ze ook jurkjes aan, ook de stevige meiden. Ze zullen dit toch echt wel gebruiken, denk ik, daarvoor. Ik heb geen idee. Nou, we gaan hem uitproberen, jongens. Dus we gaan het gewoon testen. We hebben al voorpret in ieder geval. Ja. Doe hem gewoon zo. Hey, we pakken hem zo beter en hup. Nee, ze heeft ons tieten daar, weet je. Nou, als volgende keer hier onze borsten zitten, dan weet je dat we, dat we die tape hebben gebruikt. Geweldig. Nou jongens, we gaan hier sowieso een part 2 van maken. Want ik vind het wel leuk om heel veel dingen uit te testen. Dus zorgen we dat we deze al hebben getest. Ja, ja. En dan kunnen we het gelijk in de video vertellen of het wat is. En als je ons titel nou hier ziet zitten, dan weet je dat we het hebben gebruikt. Geweldig, ja echt hè. Nou, laat gewoon even weten wat we gevraagd hebben. Vinden we altijd leuk, want het vinden we ook wel van handig om te weten wat we dan kunnen filmen. En ja. Vond je hem natuurlijk weer leuk? Geef natuurlijk die dikke duimen omhoog. En vergeet niet te abonneren. En als je dan top bezig bent, belletje aanklikken. En vind je hem nou zo leuk? Deel hem dan eventjes, dan help je ons weer mee. Ja. En volg mij natuurlijk eventjes op Instagram, Facebook, TikTok, Twitter. Hier beneden zie je het in beeld staan. En volg mij op Instagram, het staat beneden in de beschrijving. En dan zien we jullie weer bij de volgende video. Doei! We zijn er weer. Bitches. It wasn't me. Bitches. Oh nee. Ja? Shein en Ali Shoplog. Ja. Okay. Ben je klaar voor? Is je haar goed? Mijn haar goed, ja. Yes. Oké. Nu ga ik weer. Shit. Jij kan het ook. Oh, ja. Oké. We zijn er klaar. Nou jongens, ik heb al Nee, ik... Jezus. Nee, Jezus. Laat Jezus erbij. Eeuw. Oh, hij staat nog aan. Oh, shit.